kan nu redelijk stilzitten. Ik heb wel mijn handen vast. Dat heb ik altijd. Korte termijn geheugen. Ik moet echt alles opschrijven. Als ik een telefoongesprek met iemand voer, moet ik, en het is een afspraak, moet ik het opschrijven. En concentratieproblemen. Paul is 12 jaar lang verslaafd geweest. Ik begon met vrienden van, joh, probeer het eens. Dus toen heb ik dat gedaan. En ik merkte gauw dat ik mijn gevoelens uit kon zetten. Dus dat was voor mij echt een uitkomst. En op een gegeven moment kon ik niet functioneren zonder. Dus. Artsen zijn ernstig bezorgd over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren. Met name weten we dat bijvoorbeeld geheugenproblemen meer voorkomen bij kinderen die langdurig alcohol gebruiken. En hetzelfde geldt voor leerproblemen. Dus dat zijn ernstige gevolgen. Het kan ook een chronische ontsteking van je alvleesklier geven. En verder heb je op latere leeftijd ook meer kans op kanker, bijvoorbeeld in het hoofd-halsgebied. Dus ja, dat zijn toch hele belangrijke aspecten. Je gebruikt niet meer? Nee, ik ben 2 jaar en 3 weken volgens mij nu. Ik heb een app waar ik het meestal op bijhoud, maar nu probeer ik een beetje los te laten. Als je nu terugkijkt? Een hel. Het heeft me heel veel schade aangebracht, ook aan mijn familie, vertrouwen. Maar het heeft me wel uiteindelijk wel gemaakt tot wie ik nu ben. Ik weet wat ik wil. Ik wil mensen helpen. Ik wil mijn verhaal vertellen aan mensen. En als ik daar 1 persoon bij kan helpen, om niet het pad op te gaan wat ik heb bewandeld, ja, dan vind ik het al goed.